Ik had een advertentie geplaatst dat ik een schilder nodig had. En daar heeft hij op gereageerd. Na een kennismaking wint Louis het vertrouwen van Bob. En besluit hij deze betrouwbaar ogende Louis in te huren. Maar dat blijkt de vergissing van zijn leven. Wat hij vooral gedaan heeft, is mijn klanten opgelicht. Hij is met aanbetalingen er vandoor gegaan. Hij heeft gereedschap gestolen, materialen gestolen, eigenlijk van alles. Zodra ik er niet bij was, bleek dat hij niks deed. Dus dat hij de hele dag op zijn steigertje zat, of op mijn steiger, die hij dus nu ook heeft, ja, spelletjes te spelen. De oplichting begon al op de eerste werkdag. Toen vertelde hij Bob dat zijn vriendin er met een ander vandoor was gegaan en hij geen onderdak had. Toen heb ik hem een bed and breakfast voor een aantal dagen betaald. En vervolgens heb ik hem naar een camping ingestuurd waar ik hem de camping heb betaald. En achteraf bleek dus dat hij daar samen met een meisje, dus zijn vriendin, aan het genieten was op mijn geld. Dat hij gewoon vakantie had. En omdat Bob op dat moment het beste voor heeft met zijn goede vriend Louis, helpt hij hem ook aan vervoer. Ja, het geeft vervoer. Op een gegeven moment heb ik hem wel geld gegeven om een auto te kopen. Ook dat geld is natuurlijk weg. Hij kreeg gewoon netjes van mij betaald. Ook dat geld is weg. Alles is weg. Als je alles bij elkaar optelt, om welk bedrag gaat het dan? Dat kon eens 10.000, 15.000 euro zijn. Wat was het moment dat je door begon te krijgen van ja, dit klopt niet? Ja, niet. Zondags wou hij graag naar de klant van mij toe om daar aan het werk te gaan. De klant was op vakantie, die belde mij overstuur op dat hij alle spulletjes aan het inladen was en was vertrokken. Jouw spullen? Mijn spullen, ja. Heb je hem daarna nog niet gesproken? Nooit, nee. Kort daarna komt er een Facebookpagina waarin niet alleen Bob, maar ook zijn vrouw en zoontje volledig worden zwart gemaakt. Ik was de oplichter en mijn vrouw was een slet en een hoer. Mijn zoontje stond erbij op. Op de pagina staat informatie waar John Rauw zichzelf mee verraadt. Hij was de enige die wist waar ik mijn vloeren in kocht. Dus hij moet die pagina hebben aangemaakt. Hij heeft zichzelf daarmee verlinkt en daardoor ben ik ook klanten kwijtgeraakt. Ja. De oplichting en de leugens van John Rauw hebben er als een bom ingehakt bij Bob. Het vertrouwen is ook in één keer helemaal weg in iedereen. Je ziet dat zo'n jongen die zo aardig en zo netjes is en zo goed overkomt, ja, dat het gewoon de grootste oplichter is. Ben je boos op? Ik denk dat het een understatement is. Ja. Omdat we willen weten waar deze oplichter zich bevindt, starten wij een onderzoek. En al snel krijgen wij dan van een anonieme bron te horen dat John Rauw werkzaam zou zijn op de kermis. Omdat wij te horen krijgen dat John Rauw het gemunt heeft op vrouwen van zijn leeftijd, stuur ik een collega die aan dat profiel voldoet. Ons doel is dat zij hem verleidt tot een afspraak. Al snel komen mijn collega's de attractie tegen waar hij zou werken. En inderdaad, daar zien we hem. Oplichter John Rauw. Mijn collega koopt een kaartje en gaat in de rij staan. Hoi. Nee, ik ben alleen. Ik ben alleen? Ja. Ja? Okay. Ik vind het wel spannend hoor. Oké. Wat zei je? Maar kan jij meelopen anders? Vind je zo eng? Ja, nou, ik vind het wel leuk als iemand meeloopt. Dan doe ik dat. Oké. Het plan lijkt te werken. Mijn collega is alleen met hem. Hij begint meteen met grote verhalen. Ik ben nou hier om een welkom in het gebouw even de attracties te doen bouwen. Maar ik heb mijn bouw eruit gekozen. Oh, oké. Okay. Ik koop mijn oude restauranten die aan het vieren zijn. Ja. En die verbouw ik dan. Dus, dit soort attracties bouw ik ernaast van een hobby. Oh, dat is wel leuk. Zo, ja. Maar nou viel je even in hier. Ja, geen personeel meer. Dus nee. Gebouw, ja, je laat je maat niet zitten. Dus, nee, precies. Ja. Nou, dat is wel aardig van je. Ja, wonderlijk. We weten al dat van deze verhalen niets klopt. John Rauw probeert indruk te maken en doet dat zoals altijd met leugens. Maar als je het leuk vindt, dan kunnen we op contact houden. Dan kun je het wel leuk om mij te zien. Oké, nou dank je. Ja, ik kan je nummer opslaan. Wat is je nummer? Hoe heet je ze? Louis. Net als bij slachtoffer Bob noemt hij zich ook nu weer Louis in plaats van met zijn echte naam John. Mijn collega wurmt zich door de attractie richting de uitgang. Ja, dat was wel leuk. Ja. Nee, maar doe het straks even echt. Ja, ja, is goed. Dat je in ieder geval leuk vindt. Ja, oké. Okay. Ja. Tot zo. Mijn collega nam op de kermis afscheid van de gewiekste mooiprater John Rauw. Maar met zijn telefoonnummer en een kans op een vervolgafspraak.
Om het contact warm te houden, stuurt mijn collega een berichtje naar John Rauw. En dat heeft ze geweten. Want in de periode erna stuurt hij alleen maar teksten die over hemzelf gaan. En hij stuurt haar selfies met dit soort zelfgenoegzame blikken. Nu we John Rauw in de pocket hebben, wordt het een kwestie van snel schakelen en bereiden wij een confrontatie voor.